إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بخان فدر متدبوك فان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي ان خان فدر فاف زين geëindigd bij het onderwerp van het salah. En volgens mij zijn we het laatste wat we hebben gehad was volgens mij de tijden waarin het is afgeraden om te bidden, als het goed is. Dus dat betekent dat we nu verder gaan met hoofdstuk bab wujub salat al-jama'a wa fadliha. Deze hoofdstuk en ook de hoofdstukken daarna gaan over salat al-jama'a en het belang van salat al-jama'a, en daarna ook de imama, dus het gezamenlijke gebed, en degene die het gebed leidt, dus de imam, en de zaken die daarmee te maken hebben. Tabaan, salat al-jama'a is een van de symbolen van de islam. Een van de symbolen, yani van de islam, deze bijeenkomsten in de moskeeën die dagelijks plaatsvinden. En zoals jullie weten, de islam yani is een religie van bijeenkomsten. Zo hebben wij bijvoorbeeld 5 bijeenkomsten per dag in de moskee. En deze bijeenkomsten zijn eigenlijk de bijeenkomsten van de mensen in de buurt van de moskee. Die komen elkaar 5 keer per dag tegen bij het gezamenlijk gebed. En dan zijn er ook nog grotere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomst op vrijdag. Al-Jumu'ah is ook weer een bijeenkomst van de moslims die groter is dan die 5 dagelijkse bijeenkomsten. Want de Jumu'ah normaal gesproken wordt eigenlijk gedaan in een grotere moskee dan de moskee die in de buurt is. Normaal gesproken, zoals bijvoorbeeld nu gebeurt in sommige landen, onder andere yani in Saudi-Arabië, heb je kleine moskeeën en heb je 1 grote moskee. Op het Jumu'ah gaan die kleine moskeeën dicht en dan gaan ze allemaal naar die grote moskee. Al-Jami'ah, dat noemen ze Jami'ah, en die andere noemen ze Masajid. Al-Jami'ah is waar Jumu'ah yani, verricht wordt. En zo hoort dat eigenlijk. Dus eigenlijk op Al-Jumu'ah is de bijeenkomst veel groter dan de dagelijkse gebeden. En zo heb je nog grotere bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld in de Ramadan, dagelijks. En ook bijvoorbeeld op de Eid, Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Dan zijn de bijeenkomsten in de moskee nog groter. En nog groter dan dat is natuurlijk yani, de grote bijeenkomst van de moslims die over heel de aarde bij elkaar komen. Yani in Mekka, de Hajj. Dat is yani, de grootste bijeenkomst die jaarlijks plaatsvindt. En natuurlijk ook op Arafah, waar ze allemaal yani, bij elkaar komen op die dag. Dus yani, de islam is een religie van jama'a. En daarom hoort het ook heel te zijn, of daarom is het ook zo, dat wij yani, verplicht zijn yani, om een leider te hebben. Wij moeten een leider hebben. Want een leider, want er kan geen islam zijn, er kan geen religie zijn, behalve met jama'a. En een jama'a kan niet plaatsvinden behalve met imama, met een emir, met een imam, met een leider. Een leiderschap kan niet yani, leiderschap zijn behalve met sam'a wa ta'a. En daarom is het ook verplicht, zoals de aqide van Ahl al-Sunnah ook voorschrijft, dat wij de leider gehoorzamen en luisteren. Omdat er geen leiderschap kan zijn behalve met sam'a wa ta'a. Als bijvoorbeeld een leider, als wij niet naar hem hoeven te luisteren, dan is hij geen leider. Dan hebben we hem niet nodig. Yani, een leider is pas een leider als hij wordt gehoorzaamd. En daarom is het verplicht, zoals de aqide van Ahl al-Sunnah voorschrijft, dat wij de islamitische leider gehoorzamen in al ma'roof. In datgene wat geen monkar is. Dus geen mughalafa in zit. Taib, zoals ik net zei,
يعني الصلوات in the jama'ah, the khabayda in the jama'ah, that is aim from the symbol of the Islam. Symbol of the Islam, die ook يعني bekend is bij iedereen. طيب, wat betreft يعني de bewijzen hiervoor, er zijn natuurlijk heel veel bewijzen die aangeven wat het belang is van de jama'ah. Onder andere heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd dat degene die in jama'ah bidt, dat zijn gebed 27 keer of 25 keer beter is dan iemand die alleen bidt. Zoals staat yani, in hadith, salatul jama'ah tafdulu ala salatil fadhi bi 27 daraja. En in riwaya bi 25 daraja. Deze staat yani, in Bukhari. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. Als de mensen wisten wat de beloning zou zijn van de adhan, dat iemand de adhan kan verrichten, en de eerste rij dus in de jama'a, dan zouden ze geen andere oplossing voor vinden dan dat ze zouden loten. En in de loting zou dan de meest rechtvaardige oplossing zijn. Dus als mensen wisten hoeveel beloning het heeft. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, in hadith sahih, hij zei van, wie el fajr in jama'a bidt, is zoals iemand die de halve nacht heeft gebeden. En wie el fajr en el isha in el jama'a bidt, is zoals iemand die heel de nacht yani, heeft gebeden. Het zijn allemaal yani, een hadith waaruit blijkt yani, hoeveel beloning el jama'a heeft. En hoeveel el ajr iemand heeft die in jama'a bidt. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, men tatahara fi beytihi, degene die het wudu verricht in zijn huis en daarna vertrekt naar de moskee en hij vertrekt alleen maar om het gebed te verrichten, dat elke stap die hij zet naar de moskee toe, dat hij daarvoor beloning krijgt en één zonde van hem wordt gewist. Dus elke stap die hij zet krijgt hij een beloning, een ajr, een hasana, en daarnaast ook nog dat een zonde yani, voor hem gewist wordt. Dus dit zijn allemaal, wat ik net zei, voordelen van yani, el jama'a. En daarnaast heeft el jama'a ook nog andere voordelen. En ook nog andere yani, profijten. Onder andere yani, motiveert het ook de moslims. En het motiveert de moslims ook om de gebeden goed te onderhouden. Bijvoorbeeld iemand die in jama'a bidt, die bidt altijd yani, op tijd minimaal. Omdat hij in jama'a bidt. Plus, yani, het motiveert elkaar, want de mensen komen elkaar tegen. Iemand die alleen tijd zou bidden en hij komt niemand tegen eigenlijk tijdens het gebed, die zal misschien yani, lui zijn om op tijd te bidden, of hij zal het uitstellen, of hij zal het gebed misschien niet juist verrichten, of te snel, of iets anders. Dus het bidden in een jama'a motiveert iemand ook, en dat motiveert ook de mensen yani, onderling om het gebed yani, goed te onderhouden. En ook een van de profijten en voordelen daarvan is mensen yani, elkaar tegenkomen op deze jama'a. Ze komen elkaar tegen en ze vragen naar elkaar. Ze geven elkaar de salam. En de salam geven aan elkaar is een van de zaken die ervoor, een van de zaken die aanleiding is tot liefde onder de moslims en tot broederschap. Iemand die elkaar tegenkomt, vaak tegenkomt, die elkaar spreekt, elkaar salam geeft, yani, met elkaar spreekt. Zo ontstaat ook een hechte yani, gemeenschap. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd over het salam geven. Hij zei, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshu salama bainakum. Zal ik jullie iets vertellen? Wanneer jullie dat zouden doen, dat jullie van elkaar gaan houden, geef elkaar de salam. En elkaar de salam geven. En daarnaast ook voordelen van de jama'a. Iemand die in de gemeenschap bidt, is dat iemand die onwetend is, zaken leert. Iemand die bijvoorbeeld bidt in de moskee. Yani, en hij weet bijvoorbeeld bepaalde dingen niet. Hij kan die dingen vragen. Of hij ziet bijvoorbeeld andere mensen iets anders doen dan dat hij doet bijvoorbeeld. Misschien als hij tijd zou bidden altijd. Dan zou hij misschien fouten verrichten die nooit worden gecorrigeerd. Omdat hij niet anderen ziet. Of omdat anderen hem niet zien. Misschien dat anderen hem zien dat hij bepaalde fouten maakt in zijn gebeden. Dat hij wordt yani, gecorrigeerd. En daarnaast wat ik net zei, hij kan vragen stellen en mensen kunnen elkaar yani, aansporen. Dat zijn allemaal yani, voordelen van het bidden yani, in el jama'a. En daarnaast ook deze jama'a die worden gebeden in de moskeeën, zijn ook
zijn ook zeg maar symbolen of zaken waar de kuffar yani, van hoe zeg je dat? Dat ze zeg maar doordat ze die groepen moslims zo zien, yani, worden ze jaloers. Ze worden jaloers en ook zeg maar dat is iets waar ze. Waar ze kapot van gaan als zij zien hoe dat allemaal gaat. Dat moslims bij elkaar komen, in één rij staan. En één imam achter nadoen en volgen en dergelijke. Dat is iets wat zij nooit kunnen halen, nooit kunnen bereiken. Dus dat is ook eigenlijk een pluspunt en een sterke punt van de gelovigen. Dat zij dit kunnen doen. En de kuffar en ook de munafiqin. Munafiqin die dat zo zien, dat ze dat doen, de moslims op die manier. Die gaan daar kapot van. En die kunnen het niet hebben. Dat de moslims yani, elkaar zo vaak opzoeken. En dat ze elkaar dat zoveel discipline hebben om dat op te brengen. Tayyip. De oordeel van Salat al-Jama'a. Wat is de oordeel van het gezamenlijke gebed? Yani, is het gezamenlijke gebed in de moskee aanbevolen? Verplicht? Voorwaarden? Of niet? Het gezamenlijk gebed. De oordeel daarvan. Taba'an, de geleerden verschillen hierover. Geleerden verschillen hierover. Sommige geleerden zeggen van dat gezamenlijk gebed dat fard kifaya is. Fard kifaya betekent dat als iemand het doet, als er genoeg mensen zijn die dat kunnen doen, dan is het niet voor iedereen verplicht. Yani van als er een groep is die aanwezig is, dus er is een groep die bidt in de moskee, dan is het voor de rest aanbevolen om te gaan. Maar als er niemand is, dan is het verplicht om te gaan. Dat is de mening van sommige geleerden. Yani van sommige madahib. Sommigen zeggen van het is yani, sunnah mu'akkada, strikt aanbevolen. Zoals de madhab van Malik en Shoukani en anderen die dat zeggen. Andere mening is dat het de voorwaarde is. Dit is de mening van Ibn Taymiyyah rahimahullah. En ook Zahiriya. Die zeggen van yani, als iemand niet in jama'a bidt, is zijn salah batil. En een andere mening is dat het fard ayn is. Dat het verplicht is voor elke persoon, voor elke man, yani die in staat is om te gaan naar de moskee, die de adhan hoort, dat hij verplicht is om te gaan. Verplicht betekent van, als hij niet zou gaan, is zijn salah geldig. Als hij alleen is, is hij geldig, maar hij heeft wel een zonde. En die fard al-ayn, fard ayn, is dat hij verplicht is om te gaan als hij de adhan hoort, of de adhan zou kunnen horen als die gedaan wordt. Maar als hij zou bidden in zijn eentje, dan is het gebed wel geldig. Want dan heeft hij die ajr van 1. En iemand die naar het gebed gaat naar de moskee, heeft 27 keer of 25 keer en die beter dan die ander. En deze mening is de meest correcte mening. Dat degene die adhan hoort of zou horen als die wordt gedaan, dat het voor hem verplicht is om te gaan. En dan heb ik het hier over de mannen. Over de mannen, tabaan, we hebben het niet over iemand die een bepaalde reden heeft die islamitisch goedgekeurd wordt. We hebben het gewoon over iemand die kan gaan. Een man, dan is het verplicht om te gaan. Waarom? Wat is het bewijs hiervoor? Bewijs hiervoor is dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heeft gezegd: wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma'a raki'in. Warka'u ma'a raki'in. Hierzo wordt meervoud genoemd. Yani, doe een rokoor met degene die een rokoor doen. Dus in gemeenschap, in jama'a. Zo moeten wij bidden, in een jama'a. Andere yani, vers in de Koran, in Surat al-Nisa, waarin Allah subhanahu wa ta'ala aangeeft, in tijd van oorlog, dat wij zelfs in tijd van oorlog en in tijd van angst, dat het dan verplicht is om in rijen te bidden, dus gezamenlijk te bidden. Allah zegt in de Koran yani, tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Over wanneer je in jihad bent en de vijand yani, is tegenover jou, dan nog is het niet zo dat je niet hoeft te bidden. Als het kan, dan bidden ze gewoon, dan bidden ze ook gewoon yani, in een gemeenschap. Tabaan, daar is een aparte yani, aparte sifa voor. Salat al-Ghawf is apart. Die gaan we inshallah nog behandelen. Maar onder andere yani, een van die mogelijkheden is dat er een groep bidt en een groep houdt de wacht.
En als die groep is die klaar is, als die groep die gebeden heeft klaar is, dan gaat die ander die niet gebeden heeft, die gaat dan bidden. Yani, dus met andere woorden, ze blijven wel in groepen bidden. En er zijn ook nog andere yani, vormen van het gebed in Salat al-Ghawf. Waar het om gaat is van, dat zelfs in tijd van oorlog en in tijd van angst, zelfs dan wordt er gezamenlijk gebeden. Dat betekent van, dat in tijd van vrede en in tijd van helemaal geen angst, dat de plicht dan nog duidelijker is. Begrijpen jullie dat? Als in tijd zelfs van oorlog en angst gezamenlijk wordt gebeden. En hoe zit het dan met tijden dat iemand gewoon lekker thuis zit en niet vreest en niet in oorlog is en niet yani, in de strijd is. Die moet dan yani, vertrekken naar de moskee. Daarnaast zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Salam hatullah. Hij zei, laqad hamamtu an amura bis salaf fatuqam. Hij zei in hadith die sahih is. Hij zei van, ik was van plan yani, om de opdracht te geven om het gebed, om op te roepen tot het gebed. Fatuqam. Fa'amura rajulan fayusalli bin nas. Hij was van plan om iemand te laten oproepen tot het gebed. En daarna iemand voor de mens te laten bidden. Yani de gebed te laten leiden. Hij wou iemand aanwijzen, zodat hij het gebed gaat leiden voor hun. Hij zei, fa'antariqu ila rijal. En daarna wou hij vertrekken. Wou hij vertrekken naar mensen. Met sahaba. Wou hij vertrekken naar mensen die niet aanwezig zijn. Die niet komen. Yani die niet komen. En hij zei, fa'uharriqa alayhim buyutahum. Hij wou yani, stokken meenemen. En vuur. En hij wou naar mensen gaan die niet komen naar de moskee om hun huizen te verbranden. En hij was het van plan, hij heeft het niet gedaan, omdat in de huizen ook yani, mensen zijn die niet verplicht zijn om naar de moskee te gaan, zoals kinderen en vrouwen. Maar deze hadith duidt wel erop dat het verplicht is. Want als het niet verplicht zou zijn, zou hij ze nooit bestraffen. Want bijvoorbeeld, je gaat niet iemand bestraffen voor iets wat niet verplicht is. Dus dat hij ze wou bestraffen, is een bewijs dat het verplicht is om een jama'a te bidden. Om in jama'a te bidden. En ook andere hadith waarin een blinde man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, ik ben een man die niet kan zien. Hij zei, en ik heb niemand die mij kan leiden naar de moskee. Hij zei, mag ik thuis bidden? Yani, mag ik achterblijven en thuis het gebed verrichten? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem in eerste instantie. Hij zei tegen hem, yani, je hebt toestemming om thuis te bidden. Toen hij vertrok, riep hij hem terug. Hij riep hem terug. En hij zei tegen hem, hij zei, hel tesma'a nida? Hij zei, hoor je de adhan? Hij zei, naam. Hij zei, fa'ajib. Hij zei, als je de adhan hoort, dan moet je gehoor geven. En ook deze hadith, yani, is duidelijk dat de salah in de moskee verplicht is. Want deze man is een blinde man. En hij heeft niemand die hem kan leiden. Als het gebed niet verplicht was, dan had hij hem toestemming gegeven om thuis te bidden. Maar omdat het gebed, hij zei tegen hem, hoor je de adhan? Hij zei, hoor je de adhan? Hij zei, ja, ik hoor de adhan. Hij zei, als je de adhan hoort, dan moet je gehoor geven. Yani, dan moet je komen. Dus wat het juiste is, is dat het gebed in de moskee yani, verplicht is wanneer je de adhan hoort. En wanneer het geen adhan te horen is, dan moet je kijken naar de afstand. Zou de adhan, of zou je de adhan horen als de adhan zou gedaan zou worden of niet? En met de adhan wordt bedoeld yani, de oproep. En de oproep, hiermee wordt bedoeld dat als de oproep yani, zonder bocht wordt gedaan. Zonder microfoon. Tabaan, yani, als je het hier zou doen, niemand hoort jou. Maar als je bijvoorbeeld op de dak zou gaan en zou roepen en het is stil. Zeg maar, zonder dat er ruis is of auto's of andere fabrieken en dergelijke hoge gebouwen. Moet je ook niet rekenen. Als het bijvoorbeeld een platte land was en iemand zou roepen voor het gebed tot waar de stem reikt. Tot daar zouden de mensen verplicht zijn om naar de moskee te komen. Ala kulli hal, yani, al-asl is dat de man yani, naar de moskee gaat om het gebed te verrichten. Behalve als hij een goede reden heeft. En een goede reden, dat zijn redenen die onder andere waarmee de sharia is gekomen. Dat is bijvoorbeeld als iemand ziek is. Als iemand ziek is, die kan niet naar de moskee komen. Voor hem, yani, hij krijgt de ajr van degene die in de moskee gebeden heeft. Als hij normaal gesproken in de moskee bidt. Als iemand normaal gesproken in de moskee bidt. En hij wordt ziek. En hij kan niet naar de moskee gaan. Dan heeft hij de ajr van degene die in de moskee bidt. Zoals hij daarvoor deed. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in het hadith. Hij zei. Men kana maridan au musafiran.
كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. Als iemand ziek is of op reis is, krijgt hij dezelfde beloning als diegene, als wat hij deed toen hij niet op reis was en toen hij yani gezond was. Dus als iemand in zijn gezonde periode naar de moskee gaat en hij wordt ziek en hij gaat niet naar de moskee, heeft hij gewoon de ajr en hij hoeft niet naar de moskee te gaan. Ook bijvoorbeeld als het regent, als het bijvoorbeeld regent, dan is het ook niet verplicht om naar de moskee te gaan. Dan mag je thuis bidden. Dan is het de sunna om thuis te bidden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, als het regende, dan gaf hij de muadzin de opdracht om te zeggen in plaats van hayya ala salah, zegt hij dan ala sallu fi rihalikum. En ik bid in jullie huizen. Bidt jullie huizen als het regent. Dus is het ook niet verplicht om naar de moskee te gaan. Dan mag je yani, thuis bidden. Taban, als het heel licht regent, echt, zeg maar, dat iemand echt helemaal geen last van heeft, is anders. Maar wanneer je echt nat wordt, je kleren worden nat, dan is het toegestaan om gewoon thuis het gebed te verrichten. En ook andere, yani, bijvoorbeeld als het eten klaar staat, als het eten klaar staat en je wil eten, dan is het ook de sunna om te beginnen met eten. Ook al betekent dat dat het gebed dan in de moskee, dat je het niet haalt. Maakt niet uit. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft een hadith gezegd van La salata bi hadrati ta'am. Dus als eten aanwezig is en je wil eten, dan mag je het gebed laten gaan in de moskee. Een beetje daarna, als je hebt gegeten. Tayyib. Dus de oordeel van salah in jama'a is dat het verplicht is. Hoe groot moet de groep zijn? Wil er sprake zijn van een groep? Hoe groot moet de jama'a zijn? Wat is de voorwaarde van de jama'a? Hoe groot moet het aantal zijn? Minimaal 2 mensen. Als er 2 mensen zijn, is er sprake van een jama'a. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen een sahabi die te laat kwam bij al-fajr. Hij komt te laat bij al-fajr en ze hadden al gebeden. En hij zei tegen de sahaba, hij zei, men yatasaddaq ala akhih. Yani wie wil zeg maar, hem sadaqa geven om met hem samen te bidden zodat ze jama'a vormen. Dus minimaal 2 mensen. Als er 2 mensen zijn, dan is er sprake van jama'a. Als er 2 mensen zijn, yani, is er sprake van jama'a. Maar hoe groter de jama'a is, hoe beter. Hoe meer mensen, hoe beter het is om daar te bidden in die jama'a. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt yani in het hadith, hada salatu al-rajul ma'a al-rajul azka min salati al-rajul wahdahu. Als iemand met een ander bid, is beter dan dat iemand alleen bid. En hij zegt daarnaast wa salatu al-rajulaini azka min وصلاته مع الرجلين أزكى صلاته أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. Als iemand yani met 2 bid, met 3 bid, is beter dan dat ze met 2 bidden. Hij zei daarna وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. En hoe meer het zijn, yani hoe meer Allah subhanahu wa ta'ala daarvan houdt, hoe meer Allah subhanahu wa ta'ala daarvan houdt. En deze hadith staat in Abu Dawood en is Hassan yani verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayyib, wat is de oordeel van de vrouwen om naar de moskee te gaan? We hebben het gehad over de oordeel van de mannen. En de vrouwen, mogen de vrouwen ook in de moskee bidden? Mogen ze ook jama'a bidden? Naam, mag. De vrouwen, voor hen is het ook toegestaan om in de moskee te bidden. Het is niet zoals de mannen verplicht, maar voor haar is het toegestaan. Yani mubah. De vrouw mag naar de moskee gaan en ze mag thuis bidden. Het is ook niet verplicht voor haar om naar de moskee te gaan. Maar als ze naar de moskee zou gaan en ze wil naar de moskee gaan, dan hoort de man haar niet tegen te houden. De man hoort haar niet tegen te houden. Want de vrouwen, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ze baden ook met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ze baden yani, achter de mannen. Ze baden yani, achter de mannen. Dus de vrouwen die mogen ook in de jama'a bidden. En ze mogen ook onderling bidden, jama'a. Ze mogen ook, yani met ze, als het alleen vrouwen zijn, mogen ze ook jama'a bidden. Ze mogen ook gewoon een groep maken, onderling. Bijvoorbeeld de vrouwen zijn ergens en ze willen samen bidden. Mag, is yani, toegestaan. En dan is een van de vrouwen de imam.
is een van de vrouwen de imam. De vrouw taba'an mag geen imam zijn voor mannen. Maar voor vrouwen onderling mag zij wel een imam zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een vrouw, ze heet Waraqa, radiyallahu anha. Hij heeft haar opdracht gegeven om leiding te geven aan de mensen bij haar thuis. Yani om voor hun het gebed te verrichten. En ook Aisha radiyallahu anha, die deed dat. Halakulihal, dus een vrouw mag ook het gebed leiden voor vrouwen. En dan staat zij in de rij. Ze staat gewoon in de rij met de vrouwen. Ze staat gewoon in het midden van de vrouwen. In de rij, in het midden van de vrouwen. Of ze mag ook naar voren gaan. Ze mag ook naar voren gaan en ze mag ook gewoon in de rij staan met de vrouwen. En bij de man staat hij gewoon voor de mannen, dat is duidelijk. Maar bij de vrouwen mag ze ook gewoon in de rij staan. En niet tussen de vrouwen. Daarna wat te maken heeft met de imam en met de imama. Wat te maken heeft met de imam en met de imama. Wie heeft het meeste recht op de imam? De imam, de leider van het gebed, dat is iemand die voorin in het gebed gaat. Dat is de imam. De imam is de voorganger in het gebed. De imam wordt ook wel, de leider wordt ook imam genoemd. De leider van een land wordt ook imam genoemd. Hij is de grote imam. Hij is de grote imam. Maar we hebben het hier over imam in het gebed. En dat is degene die het gebed leidt. Wie heeft het meeste recht om imam te zijn? Tabaan, als er een moskee is die een vaste imam heeft. Een moskee die een vaste imam heeft. Dan mag niemand in zijn plaats innemen. Behalve met zijn toestemming. Dus als er bijvoorbeeld een moskee is die hebben een imam aangesteld. Dan mag niet iemand zomaar bidden. Als imam. Mag niet. Hij heeft het meeste recht op die plek als hij imam is van de moskee. Het is niet toegestaan dan om op zijn plek te bidden. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith: وَلَا يَأُمُّ الرَّجُلُ وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Als iemand yani, ergens is, en hij is daar in zijn territorium, of nou thuis is, of de moskee is, of ergens anders is, is hij heeft daar het meeste recht op. Bijvoorbeeld iemand in zijn eigen huis heeft hij het meeste recht om imam te zijn. Niemand mag zomaar daar imam zijn zonder toestemming in zijn eigen huis. En ook niet in de moskee. Taib? Ook niet in de moskee. Dus als er een moskee is of in een eigen huis, heeft de imam het meeste recht. En bijvoorbeeld in je eigen huis heb jij het meeste recht om imam te zijn. Taib? Is er geen sprake van een moskee? En ook niet bijvoorbeeld van een eigen huis. Maar je bent ergens met een groep moslims en jullie willen gaan bidden. Wie heeft dan het meeste recht om het gebed te verrichten? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt yani in hadith, hij zegt ya ummul qawm, aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qawm, aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati fasawa, fa'alamuhum bis sunnah. Al-hadith. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze hadith sahih muslim, hij zegt van degene die de gebed leidt, dat is degene die de meeste Koran kent. Ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Als de mensen bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld in zo'n gezelschap twee mensen gelijk zijn, bijvoorbeeld twee mensen kennen allebei de Koran. En zijn allebei in de groep. Wie heeft dan het meeste recht? Dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Fa'in kanu fil qira'ati sawa, fa'a'lamuhum bis sunnah. Als zij gelijk zijn in de Koran, dan degene die de meeste kennis heeft van de sunnah, van de hadith. فإن كانوا في السنة في سواء als daar ook een gelijk zijn فأكبرهم سنا daarna de oudste onder hun en zo ga je verder. طيب, dus al asl, de basis is dat degene die het meeste Koran kent, dat hij voorrang krijgt, yani in het gebed. Degene die de meeste Koran kent. طبعا sommige geleerden hebben gezegd van أقرأهم لكتاب الله, yani hier deze hadith. Wat betekent dat? Sommigen hebben gezegd van degene die de meeste kennis heeft. Niet degene die de meeste Koran kent, maar degene die de meeste kennis heeft, hebben sommigen gezegd. En sommigen hebben gezegd van, dit betekent degene die de meeste Koran kent.
En dit is eigenlijk juist sterker. Waarom? Omdat in een andere hadith staat, in een andere hadith staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei tegen een sahabi, of hij zei tegen een sahabi naam, hij zei tegen hem van zwaar op reis, hij zei tegen hem van فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Hij zei van degene die het gebed gaat leiden is degene die de meeste Koran kent. فَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, de meeste Koran kent. Hij zei deze sahabi, hij heet Salama, hij zei van فَنَظَرْنَا, hij zei van نَظَرُ, hij zei gingen kijken. Ja, wie de meeste Koran kent. Hij zegt van, en ik was degene die de meeste Koran kende. Hij zei, en ik was degene die de meeste Koran kende. Hij zei, en ik was 6 of 7 jaar. Hij was 6 of 7 jaar. Ja, hij was zo jong. 6 of 7 jaar. En hij was degene die de meeste Koran kende. En hij heeft voor hun het gebed geleid. Dus deze hadith eigenlijk duidt er duidelijk op. Dat degene die de meeste Koran kent. Dat hij degene is die het gebed hoort te leiden. Degene die de meeste Koran kent, die heeft voorrang in het gebed. Behalve natuurlijk, als ik zei, wat ik net zei, tenzij het in een moskee is, waar een vaste imam is, of bij iemand thuis, en dan heeft hij meer recht, maar hij mag wel natuurlijk iemand voor laten gaan. Als bijvoorbeeld iemand thuis is, en hij laat iemand anders voor om het gebed te leiden, en is dat toegestaan, want dat is zijn recht. Tayyip. En wat ik net zei, als ze bijvoorbeeld gelijk zijn in Qira'a, dan degene die de meeste kennis heeft van de Sunna, en daarna de oudste van hun. En wat ik ooit heb gehoord van iemand, is dat een keer was tijdens el-Hajj, en in Minen waren een aantal geleerden bij elkaar. Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, en Sheikh ibn Uthaymeen, en Sheikh al-Albani. En ze waren daar bezig met lezingen en fatawa. En toen brak het gebed aan. Het gebed was aangebroken. En de mensen gingen wachten van wie gaat bidden. Bin Baz of Albani of Ibn Uthaymeen. En Sheikh Bin Baz, rahimahullah. Zei tegen elkaar. Ga voor. Leid het gebed. Sheikh Albani, Sheikh Bin Baz. En Sheikh Bin Baz, rahimahullah. Hij zei tegen Sheikh Albani. Hij zei. Weet toch. Ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Degene die het meest Koran kent. Hij zei, wij zijn gelijk in de Koran. Dus we gaan verder. Heet toch? Fa'in kanu fi qira'ati sawa, fa'alamuhum bis sunnah. Als ze gelijk zijn, dan degene die het meeste kennis heeft van de sunnah. En hij zei tegen Sheikh al-Bani, hij zei, jij bent meer geleerd in hadith dan ik. Weet je? Dus hij zei tegen hem van, taqaddam. Dan dat Sheikh al-Bani toen het gebed mocht leiden. Omdat hij de meeste kennis heeft van hadith. Zoals Sheikh Bin Baz zelf heeft getuigd. Hij zei van, ik kan niemand die zoveel kennis heeft van hadith. Dan Sheikh Albani, rahimahullah. En toen heeft hij hem ook, voor laten gaan. In het gebed. Salam. Tayyip, als bijvoorbeeld iemand naar de moskee komt. Hè, en hij heeft al gebeden. Iemand heeft bijvoorbeeld al gebeden. En hij komt naar de moskee. En hij komt de moskee aan. En hij vindt de mensen. Ze hebben nog niet gebeden. Hij dacht bijvoorbeeld misschien dat hij te laat was. En hij komt in de moskee aan. Hij heeft thuis gebeden. En hij komt naar de moskee. En hij vindt de mensen. Ze hebben nog niet gebeden. Wat is dan de oordeel? Moet hij het opnieuw doen? Of vervalt zijn oude gebed of niet? Zijn gebed die hij heeft gebeden. Die is gewoon correct. Maar als hij naar de moskee komt. En ze hebben nog niet gebeden, dan is het aanbevolen voor hem om mee te bidden. Is aanbevolen, om mee te bidden. Zoals blijkt uit hadith Yazid ibn al-Aswad. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam subh heeft gebeden, al-fajr, subh heeft gebeden. En hij zei, in die bijeenkomst of in die jama'a, waren twee mannen die hadden niet gebeden. Toen hij klaar was, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei hij tegen deze twee mannen,
Hij zei tegen hen, hij zei, wat houdt jullie tegen om niet met ons te bidden? Waarom hebben jullie niet met ons gebeden? En zij tegen hem, zij tegen hem, Salena Firi Halina. Zij tegen hem, we hebben al gebeden, we hebben thuis gebeden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei tegen hen, hij zei, niet doen. Toen zei hij tegen hen van, إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. Hij zei, als jullie naar de moskee zijn gekomen en jullie hebben al gebeden en jullie vinden dat de mensen nog niet hebben gebeden, bid dan met de mensen, bid dan met de jamaa, en het is voor jullie nafila, het is voor jullie yani, dan een vrijwillig gebed, niet verplichte gebed, en jullie hebben daarvoor al-ajr. En deze hadith overgeleverd door Ahmed en anderen, en ook sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Dus wanneer je naar de moskee komt of ergens anders komt en je vindt dat de mensen willen bidden, maar je hebt al gebeden, kun je gewoon meebidden. En dan is het voor jou al-ajr, is het voor jou een nafila. En ook tot de regels van salat al-jama'a is, als salat al-jama'a, als bijvoorbeeld in de moskee salat al-jama'a begint, dan is het niet meer toegestaan om nog salat al-nafila te bidden. Als bijvoorbeeld de imam of de muaddin iqama doet, dan is het niet meer toegestaan voor iemand om nog te beginnen met de nafila. Dan is de nafila, de vrijwillige gebeden zijn dan gestopt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إلا المكتوبة. Dus als het gebed aanbreekt en het begint, dan is er geen andere gebed, behalve die gebed die de imam verricht op dat moment. Dan is het verplicht om voor de mensen om yani, met de imam te bidden. Dus het is dan niet toegestaan om nog te beginnen aan de nafila. Als iemand al begonnen is, iemand is al begonnen met de nafila en de iqama gaat, dan wordt er gekeken. Als iemand bijna klaar is, iemand is bijna klaar, dan maakt hij het gebed snel af. En dan begint hij, gaat hij verder met de imam. Als iemand nog net was, hij heeft net begonnen, hij is nog in de eerste rak'a bijvoorbeeld, dan stopt hij, gaat hij uit het gebed en dan sluit hij aan yani, bij de imam. Wat we nog niet hebben, wat we hebben overgeslagen, wat te maken heeft met de imam, is wat we zeiden net van, wie heeft het meest recht op de imam? We zeiden van degene die het meest Koran kent. Tayyip. Maar wat niet toegestaan is, bijvoorbeeld als iemand een imam aanwijst, hij mag niet een zondaar zijn. Als bijvoorbeeld iemand fasiq is of mubtadi is, die wordt niet naar voren gebracht. Die gaat niet het gebed leiden van de mensen. Zo iemand moet niet naar voren worden gebracht. Tenzij hij bijvoorbeeld de imam is van de moskee. Als hij de imam is van de moskee, en dan houdt het op. Dan mag je achter hem bidden. Tayyip. Als bijvoorbeeld iemand zondaar is en hij is achter de imam van de moskee, de imam Ratif, die gewoon de vaste imam is, dan bid je achter hem. Maar bijvoorbeeld als mensen mag kiezen, dan kiezen ze niet iemand die fasiq is. Ook al kan hij meer Koran. Ook al heeft hij meer Koran dan de rest. Zo iemand wordt niet naar voren gehaald. Want zo iemand kan je niet vertrouwen. Zo iemand is geen thika. En zo iemand zijn gabba wordt niet geaccepteerd. En dus je kan ook niet op hem vertrouwen dat hij het gebed gaat leiden. Maar als hij het gebed zou leiden van de mensen, is het gebed wel sahih. Het gebed is wel correct gewoon. Het is gewoon correct. Want het gebed van hem is ook correct. Als hij alleen zou bidden, is het gebed ook gewoon sahih. Dus als hij voor anderen zou bidden, is het gebed ook sahih. Maar als de mensen de keus hebben, dan moeten ze hem niet naar voren brengen en hem de leiding geven in het gebed. Yani, طيب, daarna heeft de schrijver nog een ander kort onderwerp wat te maken heeft met de imamen. Dat is ahkam allati tata'allaq bil masbuq. Al masbuq, dat is iemand die te laat komt. Iemand die te laat komt, de gebed is al bezig in de moskee, jama'a.
maar iemand die komt te laat. طيب, als iemand te laat komt in het gebed, dan heeft hij de gezamenlijke gebed pas gehaald als hij minimaal één rak'a haalt. Als hij één rak'a heeft gehaald van het gebed met de gemeenschap, dan heeft hij ook de jama'a gehaald. Dan heeft hij ook, zeg maar, die beloning van de jama'a van 27 of 25, die heeft hij dan gehaald. Als hij minimaal één rak'a haalt. Als hij helemaal geen rak'a haalt, bijvoorbeeld iemand komt helemaal op het einde pas binnen bij het tashahud, dan gaat hij ook gewoon meedoen, maar hij heeft geen jama'a gehaald. Hij heeft geen jama'a gehaald. En de rak'a, die wordt gehaald met een rokoor. Degene die een rokoor haalt, rokoor heeft gehaald van een rak'a, die heeft die rak'a gehaald. Als iemand bijvoorbeeld binnenkomt en ze zijn in een rokoor en hij haalt, hij doet takbir, Allahu Akbar, staand en Allahu Akbar naar rokoor en hij heeft de rokoor gehaald, dan heeft hij in principe die rak'a heeft hij gehaald. Dus een rak'a haal je door een rokoor te halen. En een jama'a haal je door één rak'a te halen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in hadith, hij zegt, Men adraka rak'atan min salati subh, faqad adraka subh. Wa man adraka rak'atan min salati al-asr, faqad adraka al-asr. Men adraka rak'atan min salati al-asr qabla an taghib al-shams, faqad adraka al-asr. Dus als je één rak'a zou halen, met de imam, dan heb je die jama'a ook gehaald. Maar haal je niets, dan haal je ook, heb je ook geen jama'a gehaald. Wat is het bewijs dat je, wanneer je rokoor hebt gehaald, dat je dan de rak'a hebt gehaald? Bewijs daarvoor is hadith Abi Bakra, radiyallahu anhu. Dat is een sahabi, die kwam de moskee binnen en hij zag de mensen in een rokoor. De mensen waren in een rokoor. Toen hij dat zag, toen hij binnenkwam, deed hij takbir, Allahu Akbar. En hij deed rokoor en hij liep naar de rij. Hij liep, ja, niet naar de rij. Helemaal tot de rij liep hij gewoon in een rokoor. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij klaar was, zei hij tegen hem, hij zei tegen hem, zadak Allahu hirsan, wa la ta'ud. Hij zei in ieder geval tegen hem van, doe dat niet opnieuw. Doe dat niet, yani opnieuw. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft niet gezegd van dat hij de rak'a opnieuw moet doen. Plus deze sahabi, die deed dat, die rokoor, om die rak'a te halen. Want als hij die rak'a sowieso niet zou halen, dan had het geen nut om rokoor te doen. Dus dat hij rokoor deed, is zijn begrip dat hij met die rokoor de rak'a haalt. Want sommige geleerden zeggen van, als je de Fatiha niet hebt gelezen, heb je geen rak'a gehaald. Tip? Dan heb je, bijvoorbeeld als je geen Fatiha hebt gelezen, moet je die rak'a zo opnieuw doen. Tip? Maar deze hadith is eigenlijk het bewijs van, wanneer je rokoor hebt gehaald, dat je dan rak'a hebt gehaald. Want deze sahabi heeft dat niet zomaar gedaan. Hij deed dat zodat hij de rak'a yani, zou halen. En ook in de hadith staat van, man adraka rokoor, faqad adraka rak'a. Man adraka rokoor, yani faqad adraka rak'a. Dus wanneer je te laat bent met de imam, heb je het jama'a gehaald, wanneer je minimaal één rak'a hebt gehaald. En rak'a haal je door rokoor. En wat ik net zei, als je binnenkomt en ze zijn in een rokoor, dan moet je takbir geven staand. Takbir al-ihram, geef je staand. Je staat, je doet Allahu Akbar. Dan doe je takbir van een rokoor, Allahu Akbar naar een rokoor. Als je bijvoorbeeld, je doet Allahu Akbar direct naar een rokoor, en je hebt geen takbir al-ihram gedaan, dan is jouw salah niet geldig. Want dan heb je geen, als je geen niyah had van takbir al-ihram, dan is je salah niet geldig, want dan ben je nog niet gestapt met het gebed. Je moet beginnen met takbir al-ihram, dan doe je staand. Dat doe je staand. Als je die andere takbir van een rokoor niet zou doen, zou geen probleem zijn. Maar je moet wel de takbir van al-ihram doen. De openingstakbir, want die is rokken. Die moet je yani, doen en die doe je ook staand. Tayyip, datgene wat je met de imam haalt, dat bid je met de imam. Datgene wat je gemist hebt met de imam, dat maak je af. Dat maak je af. En je laat datgene wat je hebt gehaald met de imam, is jouw eerste gebed. Dat is jouw eerste gebed. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij de Maghrib. Hij heeft één rak'a gehaald van de Maghrib. Hij moet nog twee rak'a's inhalen. Toch? Drie rak'a's. Hij moet nog twee rak'a's inhalen. Tip, hoe haalt hij deze twee rak'a's in? De eerste rak'a die hij heeft gehaald met de imam, dat is zijn eerste gebed. Maghrib, eerste is hard met surah en fatiha. Tip, tweede rak'a is hard, Fatiha en Sora. En daarna Tashahud. En derde rak'a is zachtjes,
مثل الفاتحة عندنا ذي التشهد. طيب نيجي نسأل أي ركعة خالط مدى الإمام تخ أي ركعة مدى الإمام خالط نرد الإمام السلام خيف تستات هاي أوب هاي ستات أوب أنا هاي دون نخ كير أي ركعة هاي دون أي ركعة هارت أوب أي ركعة هارت أوب مت سورة الفاتحة الدار ما خاطي زيتا فور التشهد أنا لساتي فير أوب دي تنوخ أي ركعة زخيس مثلا الفاتحة عندنا التسليم عندنا التشهد عندنا التسليم بفوت فنير ايمانت باي الظهر بينكمت انا هاي بفوت تفي ركعة خاط باي الظهر هم نوخ تفي ركعة بيدا يسخوت زو يسخوت هم نوخ تفي ركعات موتي نوخ بيدا ودي يفتي خميست ما هيف تفي ركعات يفتي خاط مدى امام هو هاط ديز تفي ركعات اندي هاي خميست هيفت هاي هاط زين مت علين الفاتحة وان دي لاست تفي ركعات فان الظهر زين علين الفاتحة Dus datgene wat hij heeft gehaald met de imam, dat is zijn eerste gebed. En datgene wat hij heeft gemist, dat is zijn laatste gebed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith, hij zegt van, إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةِ فَمْشُوا إِلَيْهَا وَلَا تَسْعَوْنَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. Datgene, als jullie de iqama hebben gehoord, Ga rustig naar het gebed en haast je niet. Datgene wat je haalt met de imam, bid dat met de imam. En datgene wat je niet hebt gehaald, maak dat af. Afmaken betekent van dat jij bent begonnen met jouw gebed. En dat je het afmaakt. Dus datgene wat je hebt gehaald met de imam, dat is jouw eerste gebed. En daarna maak je de rest af. Maak je het af. Zoals je normaal gesproken jouw gebeden ook afmaakt. Dat is de juiste mening. En er is een andere mening. Die zegt van datgene moet inhalen wat je gemist hebt. Dus bijvoorbeeld, je hebt één rak'a gemist in het begin, die was bijvoorbeeld hard, dan moet je die rak'a ook hard inhalen. En dat is zeg maar medhab van Imam Malik. En hun hebben een andere riwaya, faqdu, in de hadith staat van fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. En hun zegt, al-qada moet op deze manier gebeuren. Maar het juiste is dat je moet datgene wat je hebt gehaald, dat jouw eerste gebed is. En wat je hebt gemist, dat je het gewoon moet afmaken. Zoals we net hebben yani, opgenoemd. En daarnaast, wat ook te maken heeft met Salat al-Jama'a, met de Salat achter de imam, is dat niet toegestaan is om de imam in te halen. Het is ook niet toegestaan om om laat pas de imam te volgen. Maar bij het volgen, bij het bidden achter de imam, die de imam te volgen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith, جُعِلَ الْإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. El hadith, yani de profeet heeft hier duidelijk gemaakt dat we de imam dienen te volgen. We mogen niet eerder dan de imam bijvoorbeeld opstaan. Of eerder dan de imam rokoor doen. Of ook te laat. Yani de situaties tussen de imam en degene die achter hem bidt, kunnen verschillende situaties zijn. Iemand kan hem inhalen. Dat heet musabaqa. Musabaqa de imam is haram. Is verboden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gewaarschuwd voor degene die dat doet. Hij zei, amma yakhsha ahadukum. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. Deze hadith in Bukhari Muslim waarschuwt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen degene of voor degene of hij waarschuwt degene die de imam inhaalt, die voor de imam zijn hoofd opheft, bijvoorbeeld in het sujud, dat hij voor de imam omhoog gaat. Of bijvoorbeeld bij de rukoor voor de imam omhoog gaat. Of voor de imam naar beneden gaat. Yani hij haalt de imam in. Hij zei van, wees vrees. Of hij zegt, is zo iemand niet bang? Dat Allah subhanahu wa ta'ala, als hij dat doet, dat hij zijn hoofd verandert in een hoofd van een ezel. Of dat hij zijn vorm van de mens, dat hij zeg maar, zijn gedaante verandert in de gedaante van een ezel. En iemand die dat doet, is zoals een ezel. Want zeg maar in zijn niveau. Want eigenlijk, waarom zou hij de imam moeten inhalen? Hij kan nooit
uit de gebed gaan, uit het gebed gaan, tot de imam klaar is. Dus zeg maar, het inhalen van de imam heeft eigenlijk geen nut. Dat is iemand eigenlijk die niet nadenkt. Zoals bijvoorbeeld gewoon een ezel gewoon dingen doet soms, die niet eigenlijk logisch zijn. Want wat is eigenlijk de logica van, wat is het nut van het inhalen van de imam? Je moet toch wachten tot teslim. Je kan nooit eerder weggaan. Dus als je toch moet wachten tot teslim, rustig gaan. Wacht op de imam. Totdat de imam terugkomt. En dat is ook yani, wat verplicht is. Dus het inhalen van de imam yani, is verboden. En sommige geleerden zeggen zelfs van dat salah batil is. Dat de salah, als bijvoorbeeld iemand zijn hoofd eerder dan de imam opheft, dat dan het gebed yani, batil is. Sowieso als hij eerder dan hem tekbir geeft, tekbir het ihram, zeg maar de openingstekbir, als hij dat eerder dan de imam doet, is zijn salah niet geldig met de imam. Want hij is dan begonnen, voordat de imam is begonnen met het gebed, dan is salah sowieso niet geldig. Dus een musabaqa is haram. Maar je hebt ook al-mukhalaf of al-muwafaqa. Sommige mensen, yani, die zijn ook haastig, maar niet zoals deze die de imam inhaalt. Maar hij zeg maar, is ook te haastig, waardoor hij en de imam tegelijk dingen doen. Bijvoorbeeld tegelijk rokoor, of tegelijk sujud, of tegelijk. Yani, tegelijk. Tegelijk is ook yani, afgeraden en in strijd met de sunnah. Het is ook niet toegestaan om tegelijk. Je moet wachten met de imam. Derde situatie is dat iemand yani, na te laat de imam volgt. Bijvoorbeeld de imam is naar rokoor gegaan en hij is nog aan het reciteren. Hij is nog bezig met zijn sora afmaken. En de imam is al in rokoor. En hij volgt hem niet direct. Dat is ook niet volgens de sunnah. Yani, volgens de sunnah is dat iemand de imam volgt. Als de imam tekbir geeft, geef je ook tekbir. De profeet zegt van fa'idha kabbiru, fa'idha kabbara al-imam, fa'kabbiru. Fa hier zo, fa'kabbiru wordt gebruikt voor direct daarna. Fa'idha qara'a, fansitu. Fa'idha raka'a, farka'u. Wa'idha qala sema, fa'kulu. Hakada. Dus die fa is gewoon dat je hem direct volgt. Dat is yani, de sunnah. De imam dient direct yani, gevolgd te worden. Dus wanneer hij iets heeft gedaan, dan volg je hem direct daarna. Niet tegelijk, niet te laat en niet voor hem. Maar na hem, dat is een mutaba'a. Dat is wat gedaan moet worden. Mutaba'at al-imam. En wat ik net zei, het heeft geen zin om hem te haasten, om voor hem te doen. Want je moet toch wachten totdat hij yani, helemaal klaar is. En ook de imam, wat behoort tot de imam, is als de imam bidt voor mensen, is dat hij niet yani, te lang moet gaan bidden. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de hadith, hij zegt men... Ja. De profeet sallallahu alaihi wasallam, yani, hij zegt in de hadith, hij zegt, إذا صلى أحدكم بالناس, إذا صلى أحدكم بالناس, فليخفف, فإن من ورائه الصغير والكبير, والضعيف والسقيم وذا الحاجة. Hij zegt, als iemand van jullie voor mensen bidt, als iemand het gebed leidt, hij zegt, laat hem dan het gebed, yani, beetje, فليخفف, خفف is een beetje dat je het gebed niet te langzaam verricht. Niet heel langzaam en niet te lang. Niet te lang verricht. Hij zei, فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ. Want degene die achter hem bidden, de mensen, tussen hun of onder hun, zitten grote jongen, zitten kleintjes of ouderen of zieken. Of iemand die een bepaalde iets heeft, waardoor hij niet yani, echt veel tijd kwijt kan. En iemand die iets moet doen, die werk heeft bijvoorbeeld, of iemand zit bij hem te wachten, of iets, hij heeft pauze. Yani, ala kulli hal, yani, mag niet te lang zijn. Het gebed mag niet te lang zijn. En Anas radiyallahu anhu zei, hadha ma sallaytu wara'a imamin qat akhaffa salatin wala atamma salatin min salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, deze sahabi, hadha ik heb achter niemand gebeden die zo yani, de salah zo eigenlijk kijk, tegfief is niet snel bidden, maar dat is een ander woord voor, ik kan daar de juiste woord kan nu niet op komen. Ja? Verlichten, het gebed verlichten kan. Verlichten, waar het om gaat is van dat je het niet heel
te lang maakt voor de mensen. Als je achter als je als, je, als imam bidt, dan maak het niet moeilijk voor de mensen. Maar hij zei van, ik heb nooit achter iemand gebeden die zo makkelijk of snel of licht bidt. En zo compleet bidt, ook compleet. Zijn, het gebed van de profeet sallallahu alaihi wasallam was en gafief, maar ook compleet. Compleet en perfect. Hij zei, ik heb nooit zo gebeden achter iemand die zo perfect bidt. En zo eigenlijk, licht of snel bidt. Niet snel, snel is eigenlijk niet het juiste woord. Ja? Nee, is niet, ala kulli hal. Gafief, verlicht. Oké, misschien meer, maar zijn er zeker een ander woord voor. Maar hij zei, ik heb nooit achter iemand zo gebeden die zo perfect en compleet het gebed verricht als de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ondanks dat was hij niet iemand die het gebed lang verrichtte als hij imam bidt, achter imam bidt. Maar wanneer hij alleen bidt, dan mag je zo lang bidden als je wil. Mag je zo lang bidden als je wil. Maar het gaat hier om wanneer je bidt in, voor een groep. Want een groep, daar zitten mensen onder, die wat ik net zei, die zwak zijn, die oud zijn, jong zijn en iemand die wat te doen heeft en dergelijke. Dus als het gaat om wanneer je imam bent, die je niet lang te bidden. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, volgens mij Mu'ad, Mu'ad heeft hij bekritiseerd toen hij heel lang het gebed ging verrichten. Mu'ad was imam en hij verrichtte het gebed heel lang. Zo lang dat iemand die met hem in het gebed was, uit het gebed ging stappen. Hij ging uit het gebed stappen en hij ging niet met hem meebidden. En toen hij klaar was, zei Mu'ad tegen hem van, hij zei, ben je munafiq? Dat jij zeg maar uit het gebed verricht, uit het gebed stapt. En toen hij dat hoorde, hij ging naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij klaagde Mu'ad aan bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei tegen hem van dat hij heel lang het gebed verricht. Dat hij hem ook heeft beschuldigd van nifaq. Toen de profeet dat hoorde, zei hij tegen Mu'ad, en hij bekritiseerde hem, hij zei tegen hem, even tuin, ente, ja Mu'ad. Hij zei, veroorzaak je fitna, ja Mu'ad. Hij zei van, als je bidt voor mensen, bid dan, niet te lang. En ze reciteert die en die sora. Het lang bidden voor de mensen is niet van de sunnah. Maar het betekent niet dat wij naar de mensen gaan kijken. Bijvoorbeeld sommige mensen vinden bijvoorbeeld, sabbih isma rabbika al-a'la lang. Zij willen dat je bidt met qul huwallahu ahad. En ul-asr inna'tainak. Dat klopt niet. De maatstaf hierin is de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een keer herinner ik me dat ik een bandje had gehoord van Sheikh Albani rahimahullah. Waarin iemand zei tegen Sheikh Albani. Hij zei, ik heb gisteren gebeden in de moskee. En ik heb gebeden voor de mensen. En ik heb die en die sora gelezen. Heel lange sora had hij gelezen. Hij had lange sora gelezen. En Sheikh Albani zei tegen hem van, dat is niet van de sunnah. Toen zei diegene tegen Sheikh Albani. Hij zei van, als ik voor de mensen bid. Moet ik dan de mensen, moet ik ze vragen wat ze willen. Wat is makkelijk? Hij zei, je moet niet moeilijk maken voor de mensen. Hij zei, moet ik ze vragen? Moet ik die mensen vragen wat ze willen? Of nee, hij zei, je moet die mensen niet vragen wat ze willen. Hij zei, je moet kijken naar de sunna. En dan moet je zo handelen. Zoals de sunna zegt, zo moet je handelen. Niet zoals de mensen zeggen. Dus zoals in de sunna staat, als je daaraan houdt, dan hou je je aan het tagfief. Dan hou je in principe aan het tagfief. En soms kan je verlengen. En soms kan je verkorten. Aan de hand van de situatie. Soms de situatie laat het toe om de salah een beetje te verlengen. En soms de situatie laat het toe om de salah een beetje te verkorten. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld, zoals de profeet dat ook deed, dat hij soms het gebed extra verkortte als hij een kind hoorde huilen. Als hij een kind hoorde huilen, dan ging hij het gebed extra verkorten. Wat sneller bidden, zodat zijn moeder naar het kind kan gaan. Of het kind die zijn moeder dan bezighoudt. Dat is niet tegfief aarid. Dat is een versnelling of een tegfief. Die soms kan voorkomen om een bepaalde reden. Maar er is ook gewoon absoluut tegfief. En dat is dat je niet heel lang moet gaan bidden voor de mensen. Als je voor de mensen bidt. Maar zoals de sunnah voorschrijft. Dus als iets in de sunnah bijvoorbeeld zo staat. Dan is dat niet lang. Maar alleen maar overdrijven. En buiten de sunnah omgaan. Dat is waar.